Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom bij een interview in een serie interviews die één ding gemeen hebben. We praten met interessante dames over hun vak, in dit geval de advocatuur, maar het kan ook gewoon juristen zijn, bedrijfsleven of echt bij een advocatenkantoor. En mijn gast is Anne Hakvoort. Je bent advocaat bij FG Lawyers in Amsterdam. Ja. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. We leven nog steeds in coronatijd. Maar zullen we afspreken dat we het niet over corona hebben? Lijkt me heel of jij moet gelijk zeggen van ja, maar op mijn vakterrein is er ontzettend veel... Gaan we weer verder. Plan. Goed, dan mensen thuis die iets over corona willen weten. Dit interview gaat daar zeker niet over. En daar ben ik zelf ook wel een beetje blij mee. Even voor ter introductie. Wat is precies wat je doet binnen FG Lawyers? Wat is jouw gebied? Mijn gebied. Ik ben partner financieel toezichtrecht. En ik focus me eigenlijk met name op de fintech-praktijk. Dus dat is de innovatie binnen de financiële sector op basis van technologie. Even om een beeld te schetsen zonder dat je privacygegevens weggeeft. Wat is een interessante zaak waarmee je bijvoorbeeld nu bezig bent of die je recentelijk hebt gedaan? Oh, dat zijn er heel veel. Wat leuke zaken zijn. Wij staan eigenlijk heel veel start-ups bij. Hè? De fintech-sector zijn doorgaans nieuwe bedrijven die... Dus net beginnen. Het zijn niet per se mensen die echt nieuw zijn in de sector, maar wel op basis van technologie het een nieuwe boost willen geven. Ja. Dus een nieuw bedrijfsmodel hebben, vaak platformgedreven. Dus op basis van software bijvoorbeeld, in de digitale omgeving. Recentelijk hebben we een heel leuk bedrijf, en ik vind het heel leuk ook om ze te noemen, Venturi, geholpen aan de autorisatie die ze nodig hebben van de Autoriteit Financiële Markten. Om hun platform op te zetten. En dat platform betreft een soort crowdfunding platform, crowdlending platform. En dat dan weer gebaseerd is, de back-office is gebaseerd op blockchain technologie. Dus daar komt alles eigenlijk bij elkaar. Dus het is één, super modern en hip. Ja. En twee, erg interessant om ook alle nieuwe regelgeving die daarvoor bestaat, om dat ook in de praktijk toe te passen. Vooral omdat er eigenlijk de continue uitdaging is, hoe past het binnen het bestaande wettelijk kader? En vinden we het proportioneel wat er bestaat ten opzichte van die nieuwe spelers in de markt? Ja, en toen je op de middelbare school zat, dacht je, ik ga vast iets met blockchain doen. Nee, dat dacht ik niet. Nee. Het woord bestond nog niet eens. Nee. Is dat, wat wilde je? Was het wel logisch, jouw pad naar waar je nu bent? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, het is dingen lopen zoals ze lopen. Op de middelbare school dacht ik eigenlijk altijd de eerste vrouwelijke CEO van een of ander mooie... groot bedrijf? Groot bedrijf, inderdaad. Of de BV Nederland, dat ook nog gekund? Nou, ik had dat Unilever of iets dergelijks. Dus dacht ik, oké, dat word ik. Dus wat ging ik doen? Bedrijfskunde studeren, internationale bedrijfskunde. Maar even, dat gaat iets te snel. Want waarom wilde je dat? Ik bedoel, je had ook dierenarts kunnen willen worden. Of, ja, nou daar heb ik ben geen beta, dus wel echt de alfa. Dus ja? Ik dacht, ik moet iets... In die, het ondernemen, dat maar leek je me heel precies, erg leuk. Je wil ook ik wel iets doen. Ik ben ook kom uit een gezin waar het ook, we kregen een boost als ook ik als enige meisje, zeg maar, binnen het gezin van 3 kinderen. Je moet het zelf gaan doen. Maar is het ook echt een ondernemersgezin? Of, nee, geen ondernemersgezin. Maar de sfeer was gewoon van, kom op jongens. Ja, gewoon wees zelfstandig, wees onafhankelijk en zorg ervoor dat je je eigen boontjes kan doppen. Dus zo ben ik echt opgegroeid in zo'n omgeving. En dat leek me gewoon mooi. Weet je? Ik vond het belangrijk om als vrouw ook gewoon daar te kunnen staan. En niet dat ik nou heel erg feministisch ben of iets dergelijks, maar ja, dat had ik in mijn hoofd. Nou, stond je ook bekend als een beetje activistisch dan? Nee, helemaal niet. Nee. Maar het was in ieder geval duidelijk dat dit wel iets was waar je, ik wilde gewoon carrière maken. Ik ben ambitieus. Ja. En dat was ik eigenlijk toen ook al. Ja. En dat is helemaal geen vies woord meer, gelukkig. Nee. Zowel voor mannen als vrouwen. Nee. Dan wordt het rechten. Ja, niet, in eerste instantie dus niet. Oh. Nee. Ik had dus dat beeld in mijn hoofd. Ja. Ik ging internationale bedrijfskunde studeren. Ja. Heel logisch. Ja, tuurlijk. Dat ging niet helemaal goed, omdat ik dus niet zo'n beta was. En ik vergeet nooit meer een moment dat mijn vader is econoom. Mijn ouders kwamen een weekend naar Maastricht. En ik net voor een groot tentamen en ik moest gaan knallen. Ik dacht, pap, you name it. Ik weet alles. Ik heb heel goed gestudeerd. En die slaat dat boek open en die laat allemaal van die grafieken zien. En hij zei, wat gebeurt hier? Ik zei,
Dat sla ik altijd over, want dat begrijp ik niet. Gaat iets daar en zo? En precies. Wat is de wisselwerking tussen al die krachten? En hij slaat dat boek dicht en hij zegt tegen mij... Ik wens je heel veel succes met je tentamen, maar ik zou na gaan denken over een andere studie. Nou ja, zo geschiedde ook. Dus ik, na een jaar, dat ging dus niet de goede kant op. Nee. En geswitcht naar rechten. En dat is eigenlijk gewoon, ja, iedereen zei dat altijd al, jij moet rechten gaan studeren. En juist omdat iedereen dat zei, ging ik dat dus niet dat doen. Wat anders doen. Maar ik moest toch wel met hangende pootjes bekennen dat dat de betere keuze was. Ja, waar heb je rechten gestudeerd? Eerste jaar in Maastricht, omdat ik daar dus ook begonnen was. En inmiddels bij een studentenvereniging zat, met veel plezier. Maar ja, rechten hoorden bij Leiden en Leiden hoorden bij rechten. Dus na mijn propedeuse ben ik naar Leiden gegaan. Ben je naar Leiden verhuisd. Oké, tijdens je studie rechten, wanneer werd voor jezelf echt duidelijk... Oké, dat is wel de richting die ik verder op wil. Ook niet tijdens mijn studie. Ja, gek genoeg. Ik ben, als je mijn cv tijdens mijn studie bekijkt, ik dacht echt, ik wil iets met kinderen doen. Dat werd toen op een gegeven moment mijn doel. Ik had een van de beste vrienden van mijn vader, was een rechter. En nou, daar keek ik echt tegen op, vond ik een hele interessante man. En vind ik nog steeds overigens. En ik dacht, ik wil ook de zittende magistratuur, zoals ze dat dan noemen. Zeker. Ik wil rechter worden. En dan leek me het mooiste om ook kinderrechter te worden. Vond het strafrecht heel leuk. Deed eigenlijk alles in die tijd, tijdens mijn studententijd, om maar aangenomen te kunnen gaan worden voor de RAJO, voor de opleiding tot rechtelijk macht. Dus een studentenassistentschap in plaats van stages bij advocatenkantoren. Dat ging je gelijk. De advocatuur helemaal niet in de smiezen. De veranderingen is eigenlijk gekomen. Ik kreeg de kans om nog een jaar na mijn studie naar New York te gaan, naar Columbia University. En daar zat ik alleen maar met advocaten om me heen. Ik was een van de jongsten, ook een van de enigen die net afgestudeerd was. En ze hadden al 5, 6, 7 jaar ervaring als advocaat. En die vertelde het met zoveel plezier en echt enthousiasme over hun vak, dat ik dacht, misschien moet ik dat toch eerst maar een paar jaar gaan doen. En dat kan nooit kwaad en dan kan ik altijd nog wel die rechterlijke macht die kant op. Ja. Nou, het is de beste keuze ooit eigenlijk. Dus ja, ik vind het een ontzettend leuk vak. Je blijft je continu ontwikkelen. En daarom vind ik dus die fintech-praktijk ook zo leuk, want het is continue uitdaging. Ja, want je bent uiteindelijk bij FG Lawyers terechtgekomen. Zit je daar al lang? Of? 5,5 jaar nu. Oh, dus dat is echt wel een langere periode. Ja, ik ben begonnen bij Nauta du Tiel. Ja. Is een groot Nederlands kantoor. Wat eigenlijk ook, wat ik net zei, het loopt zoals het loopt. Er was plek op de capital markets afdeling, dus kapitaalmarktwerk. Nou, ik denk dat ik toen begon, ik wist het verschil tussen een obligatie en een aandeel, maar dat was het ook. Ja. Dus het financiële recht, ik had er nog geen kaas van gegeten. Maar dan kom je in zo'n transactiepraktijk. Ik deed dus met een heel leuk team beursgangen, aandelen, obligatieuitgifte. Dus je begeleidde echt een onderneming, dan wel de bankenkant, zeg maar, bij zo'n IPO, bij een beursgang. Dat was natuurlijk een ontzettend dynamische transactie. Wat ik er vooral heel leuk aan vond, is dat al die partijen in de zaak hadden dezelfde doel, namelijk dat bedrijf naar de beurs brengen. Er was dus een hele positieve vibe. Ja. Heb ik echt ontzettend veel plezier aan gehad. Maar op een gegeven moment, het is een transactiepraktijk. Dus het is ook echt heel druk met heel pieken veel pieken. Dalen. Iets minder dalen. Op een gegeven moment, toen ik mijn oudste zoon werd geboren, kwam ik wel een beetje in de struggle van wat wil ik? Wil ik dit nou tot in de lengte der dagen doen of niet? En toen kwam ik langzaam tot de conclusie dat ik wat verbreding wilde. En dat hebben we wel bredere praktijk op het financiële recht wilde. Ja. Stel, er komt dus een nieuwe buurman of buurvrouw en die vraagt op de buurt barbecue, wat doe jij nou precies? Hoe lastig is het om als je jezelf introduceert, zitten er wel 6, 7 termen in waar je even moet. Dat zijn allemaal nieuwe woorden, nieuwe termen. Wat zeg jij tegen iemand die niet in die wereld zit? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag, want daar heb ik best wel moeite mee. Het is geen kritiek, maar het is gewoon wat het is. Maar het is wel een nieuwe taal haast. Wat zeg ik? Ik vertel natuurlijk gewoon eigenlijk met heel veel enthousiasme over mijn vak. En vertel over de uitdaging waar mijn klanten voor staan. En waar we dus nu ook met wij als advocaten voor staan. De wereld verandert. Ja.
En de continue vraag is, hoe kan je iemand heel goed helpen? Dus ik wil heel graag, ik ben echt een mensenmens, ik wil ook die klant helpen. En dan zorgt dat, dat leidt ertoe dat je af en toe discussies moet voeren en durven voeren met toezichthouders. Met het ministerie van Financiën in dit geval, in mijn praktijk dan. En dan wat ik vertel is dat ik dus die bedrijven help om ervoor te zorgen dat ze hun idee daadwerkelijk kunnen lanceren. Ja. Is de wetgeving heel overzichtelijk? Omdat het toch allemaal in een wat nieuwere... Of zitten er nog heel veel onduidelijkheden en haken en ogen? Het is alles behalve overzichtelijk. Ik denk dat het echt, als ik heel eerlijk ben, een crime is voor een bedrijf, een leek. Iemand die dus niet hier fulltime mee bezig is. En zelfs dan is het een uitdaging af en toe. Om je een weg te banen door dat recht. Maar ligt dat aan het feit dat omdat de ontwikkelingen in jouw gebied snel gaan, de politiek gewoon iedere keer een beetje achter de feiten aan hobbelt, waardoor je wetgeving hebt die bij wijze van spreken goed was voor een situatie van 2 jaar geleden. Maar er zijn alweer veel nieuwere situaties en uitdagingen. Ja. Nou dat, maar het is ook, de Europanisering van het recht. Ja, zeker. Wat lastig maakt, hè, als ik, ik grap wel eens als ik de eerste klantencontacten heb en dan neem ik zo'n bijbel mee, dat is dan de financiële toezichtwetgeving. En dan staan ze, het heeft letterlijk bijbelblaadjes, zo dun, zo dik. Echt die hele dunne knisperpapiertjes. En dan zitten ze wel aan te kijken van, wat is dit? Moet jij hier helemaal doorheen, voor mij? Maar dan zeg je, dit is maar een fractie. Want je hebt dus in Europa, en wat het moeilijker maakt, ook dus voor mensen die er niet continu mee bezig zijn, zijn de Europese verordeningen met name die hebben allemaal rechtstreekse werking. Die zijn ook nog eens een keer niet aligned. Dus het is niet dat er overal dezelfde terminologie wordt gebruikt. Dus dat maakt het gewoon heel ingewikkeld. Maar is het is wat het is? Want dat is nou eenmaal hoe wetgeving tot stand komt. En dat is, gewoon ingewikkeld. Of zeg je van, als ik al mee mogen praten of denken op een aantal momenten, had ik dingen toch wel iets, de lijnen iets sneller van A naar B getrokken. Ja, kijk, qua wetgeving en hoe die tot stand komt, denk ik niet. Hè. Dat is heel belangrijk natuurlijk ook dat de manier waarop het tot stand komt ook gevolgd wordt. Maar de alignment, wat ik net noemde, is denk ik heel belangrijk. Dat er dus in Europa goed gekeken wordt van, de terminologie die we hier gebruiken, die kunnen we ook daar toepassen. Het zogenaamde informatiesheet, wat nu heel gangbaar is. Ja, we hebben er wel 6 verschillende van. En afhankelijk van het type onderneming, hoe jouw product precies kwalificeert, hoe jouw dienstverlening precies kwalificeert, val je ofwel in box A ofwel in box C, of eigenlijk ook in box de kruising van A en B. Dat zou allemaal wel wat beter tailor-made gemaakt. Tailor-made of gewoon iets, misschien iets meer paraplu. Helikopteroverzicht. Als jij, want je zit nu bij LG Lawyers, interessant, merk ik aan je, word er blij van. Wat zijn bepalende momenten geweest in jouw carrière tot nu toe? Die hebben bijgedragen tot, tot de plek waar je nu zit? Zeker wat ik net noemde, hè. Dus het moment dat ik een LLM mocht doen in New York, dat ik dus al die advocaten... Ja, dus dat je echt het licht zag haast? Ja, het licht, ja. Ik zag dat er nog heel veel meer was dan wat ik eigenlijk in mijn hoofd had. En dat het ook nog eens een keer, het bleek me ook goed te liggen. En dat is natuurlijk echt iets, ik zeg ook altijd tegen onze studenten en paralegals die bij ons werken. Van ga die advocatuur in, ga eraan snuffelen. Want één, het is ontzettend leerzaam. Maar je hebt pas door wat die rechtenstudie betekent op het moment dat je daadwerkelijk in praktijk brengt. Dus dat is wel echt een bepalend moment geweest. Eigenlijk wat ik net ook al noemde, de geboorte van mijn oudste zoon. Inmiddels 3 kindjes, maar de kinderen hebben wel de prioriteiten ervoor gezorgd dat er een prioriteitenshift kwam. En dat ik eigenlijk, dat is ook een moment geweest dat ik weer heel bewust opnieuw voor de advocatuur heb gekozen. Dat is een moment geweest. Ik heb 6 jaar bij Nauta gezeten, vervolgens 2,5 jaar bij Evershads. En toen de overstap gemaakt naar FG Lawyers. Dat overigens, wat misschien een leuk detail is, opgericht is door 2 oud-compagnons van Nauta. Die daar eigenlijk een hele carrière hadden gezeten tot 2013. Toen ze het oprichtten en ik kwam er dus 2 jaar later bij. En 1 van hen was mijn voormalige baas.
De cirkel is rond. De cirkel is weer rond. Ja. Om de cirkel helemaal rond te maken, is het uitgesloten dat we je ooit tot slot terug gaan zien, toch nog als rechter? Kan het nooit uitsluiten, wie weet. Nou, niet ongerust worden bij, bij je huidige. Nee, nog lang niet. Maar het is een interessante gedachte. Goed. Anne, dankjewel. Dankjewel voor je komst hier naar het kasteel van de Academie van de Rechtspraktijk. Als ik het heb over kasteel en u denkt, waar heeft die meneer het over? Nou, de Academie van de Rechtspraktijk is gehuisvest in een prachtig kasteel in het plaatsje Waardenburg in Midden-Nederland. Ik mag u ook wijzen op het bestaan van de website van de Academie. Er zijn namelijk veel meer interviews op die website te zien. Klik daar eens op. Interviews hebben één ding gemeen. Het zijn allemaal interessante gasten die praten over juridische ontwikkelingen die op dit moment hoog op de agenda staan. Voor nu in ieder geval, namens de Academie, bedankt voor het kijken naar dit interview.